Hallo iedereen, we gaan weer een dictée doen. Je hebt daarvoor nodig een blad en een potlood of een pen. Als je dat niet hebt, ga je dat nu halen en anders kan je beginnen met schrijven. Als je het gaat halen, zet het filmpje dan even op pauze. Oké, 1. Ik lach. Ik lach. 2. Pech. Pech. 3. Zich. Zich. 4. Ik zorg. Ik zorg. 5. Recht. Recht. 6. Ik leg. Ik leg. 7. De poppen. De poppen. 8. Zeggen. Zeggen. 9. De wij. De wij. 10. De leeuw. De leeuw. 'Kay, dan gaan we nu samen verbeteren. Het eerste woordje dat jullie moesten schrijven was ik lach. De A is een korte klank, dus er komt een C en een H achter. De volgende was pech. De E is een korte klank, dus er komt een C en een H achter. Zich, hetzelfde. De I is een
korte klank, dus een C en een H. Ik zorg. De R is een andere klank, dus er komt een G en geen C en een H. Recht. De E is alweer een korte klank, dus de C en de H. Ik leg. De E is een korte klank, maar dit is een uitzondering. Dat wil zeggen dat deze anders is dan anders. Denk aan het zinnetje. De kip ligt in het hok, legt een ei en zegt tok tok. Dus ligt, legt of leg en zegt worden wel met een G geschreven. De poppen. De O is kort, dus daar moeten twee medeklinkers achter komen. Twee keer de P. De poppen. Zeggen. De E is ook kort, dus ook daarachter moeten twee medeklinkers komen. Twee keer de G. De wij. De wij komt voor in het ei-lied, dus we schrijven die met de ei van ei. En dan hebben we de leeuw. Alle woorden met eeuw of ieuw hebben een u voor de w. Zie dat je die niet vergeten bent.